aan de hoek komt. En de eerste gaten vallen hier van achter. Met Dieter die het moeilijk heeft. En de Zorre, kijk de kant op de boom. De snelheidsmeter wijst 35 per uur aan. Dat moet een foutje zijn. En hier achteraan hebben we een zenuw toe. In al de eerste poging. Joti, muister van onder. Bijna het zand. Onofficiële gedeelte. Daar moet een sanctie op staan. Ja, kijk eens in de huiskamer. Het is koud. We bevinden ons op de Tiense Steenweg in Kumtig. Iedereen staat klaar voor de start. Zenuwen strak, spannen. En daar zijn we vertrokken voor het clubkampioenschap 2013. Een rustige start. Iedereen heeft een beetje bang van de kou en vooral van de tegenwind. En in de verte een eerste demarrage. Het is Gunter die aan de boom schudt op deze licht hellende strook in Kumpig. De snelheidsmeter gaat meteen naar de 40 per uur. Gunter, gevolgd door Frederik Kostermans. Iedereen lijkt te kunnen volgen. Nog steeds Gunter en Frederik Kostermans die zich toch enigszins hebben afgescheiden. Kleine voorsprong van een 30 meter. Achtervolging geleid door iemand van de Antwerpse connectie. Kilometer per uur, een lichthellende strook en de voorsprong loopt op. Goed samengewerkt. Kostermans neemt over. Er zit een gat van 200 meter op zijn minst. De motor heeft moeite om het tempo bij te houden. Meter wijst 50 km per uur. Neemt Bram Markie het commando. Klein gaatje in de achterhoede. Bram zet zich aan de kant. Het is aan de Antwerpse connectie. Wat Jeroen Reinders op kop. Gevolgd door Jorre. Daar wordt er toch een zekere samenwerking gevonden. Voorsprong bedraagt 11 seconden. Rijden willen brengen binnen. En twee man scheiden zich af. Markie dicht het gat. Kom aan, Dieter. Beter is 45 per uur. Zij. 17 seconden!
gedaan met topfavoriet Bram Maarten, die al enkel boy heeft gedaan. Maar er moet dringend samenwerking komen. De twee koplopers blijven gaan goed ronddraaien. Hier achteraan klaagt de renner dat er te weinig geld boven gehaald wordt. De zwemmerbaas en een demarrage van Bram Marti. Op een zware stroom gekregen en hij gaat erop kunnen over. Gevolgd door de man met de rode schoenen, de Groen Reinders, voormalig kampioen van België. Kijk, de kat uit de boom en er is een gat. Rijden naar de koplopers toe. Maar Marky heeft het moeilijk. Zware strookwind tegen me, daarachter zijn er koplopers. Dus het gat wordt kleiner. Het is duidelijk dat hij voormalig Belgisch kampioen de kat uit de boom kijkt. Wat een verrassing, we komen hier Tom de Vriesboom tegen. Tom de Vriesboom gelost uit de kopgroep. Hij doet het teken van kapot te zitten. Hij haakt zijn wagentje aan bij de koplopers. Een goede 100 meter voorsprong voor de koplopers. Maarten fietst het gat terug toe. De rest volgt. Nog een goede 50 meter. Iedereen mee. De uitontering van Dieter. Die naar al net heeft moeten lossen. Eindelijk enige cohesie gevonden en wordt rondgedraaid. Nog hooguit 5 seconden. De laatste meters zijn de moeilijkste. Niemand die ze tijd doet rijden. Het gaat nog terug groter. Iedereen breed verspreid over de weg. Hier in het spoor van favoriet Vini. Rechts zien we Jeroen Reinders onnodig wind vangen. Probeert terug binnen te schuiven en het gat wordt groter. Terug 150 meter voorsprong voor de twee koplopers. Tegen de wind in, iedereen de schutting achter elkaar. Achteraan vallen kleine gaatjes. Het is Zorre die met een mooie inspanning het gat verkleint. Een kleine 100 meter blijft er nog over. Daarachter zitten de koplopers. Het is koud, dames en heren. En de sneeuw ligt hier nog altijd meters hoog, zoals u kan zien. De koplopers hebben zich niet gewonnen. Hier achteraan een moeilijk moment. Voor de man uit Oud-Heverlee. Kom aan, blijven gaan! Hup, hup, hup. Op dit eigenste moment wordt het gat gedicht. De drie koplopers, twee koplopers, moeten de onderspit beginnen delven. We naderen een cruciaal punt op het parcours. En een nieuwe aanval in de verte van Gunther Gellaerts tegen reactie. Joost. De rest twijfelt even. Dit wordt een nogthans cruciaal punt op het parcours. Zo dadelijk komen wij in de